Ik ben Freek van Leeuwen en ik zit met mijn ouders, Theo en Lydia van Leeuwen, in de maatschap kaasboerderij De Vierhuizen, biologisch bedrijf. Gisteren nog in Zoeterwoude en vandaag in Stompwijk. Ik ga het bedrijf, als het goed is, over ongeveer een jaar overnemen samen met mijn vrouw Nicole de Gier. En ja, we hebben dus een kleinschalig biologisch bedrijf met veel natuurbeheer. Ja. In 2010 kregen we de kans een boerderij van de buurman te kopen. Na wat jaren dubben van wat doen we, hebben we uiteindelijk ervoor gekozen om op deze plek te gaan investeren. Het was duidelijk dat we een keer moesten gaan investeren. En deze plek had een aantal voordelen, waaronder dat de stal in het huiskavel is gesitueerd, in plaats van aan de andere kant van de weg, waardoor het met bewijding veel makkelijker werkt. Het erf is ook wat ruimer en ook wat vrijer. Er zat geen burgerwoning in de buurt. Nou, dat waren eigenlijk de belangrijkste overwegingen. Op het oude bedrijf hadden we dus een koeienstal, een kaasmakerij en een winkeltje. Nu hebben we een stal gebouwd met kaasmakerij. En de bedoeling is dat we binnen, zeg maar ook ongeveer een jaar, ook een nieuwe kaasopslag en ook de winkel hier naartoe brengen. Dan moet nog wel dus een tweede verbouwing voor plaatsvinden. Maar dat staat op de rol. En dan de derde stap is de overname. Wij hebben in deze stal gelet op dat het een stal moest zijn die moest passen bij onze bedrijfsdoelstellingen. Dat is natuurlijk biologische landbouw, maar wij proberen een niche product te verkopen. Een hoogkwalitatief product met veel aandacht voor natuurbeheer en dierenwelzijn. Dus we wilden een stal hebben die, dat is belangrijk voor biologische landbouw, een stal hebben die een mestsoort produceert, mestsoorten produceert die de bodem optimaal verzorgen. Dus dat is eigenlijk vaste, ruige stalmest. Met optimaal welzijn voor de dieren en we wilden ook eigenlijk energie-neutraal kunnen produceren. In de ontwerpfase van de stal zaten we een aantal beperkingen vast. Je hebt natuurlijk de omvang van je erf en je zat met de huidige jongvoerstal waar de stal aan vastgebouwd moest worden. Dus dat was sowieso een beperkend factor. Maar we wilden ook een stal bouwen die in de toekomst eventueel geschikt zou zijn om bijvoorbeeld de horens op de koeien te houden. Dat hebben we nu nog niet. De koeien worden onthorend. En daarvoor is het bijvoorbeeld nodig dat de koeien altijd rond kunnen lopen, dat ze geen dode hoek hebben. Een wens bijvoorbeeld van mijn vrouw was dat ze graag de melk aan de wegkant wilde hebben. En mijn vrouw gaat melken. En daar zo hebben we een aantal voorwaarden gesteld. En dan ga je op een gegeven moment zitten schetsen en dan kom je tot een stalontwerp. Ja. En er moest natuurlijk een ruime plek ook zijn. Dat maakt het iets ingewikkelder dan normaal gesproken. Een hoek zijn waar kaas gemaakt wordt. Dus een speciale hoek in de stal waar kaasmakerij is, kaasopslagruimte, pekelruimte. Ja, ze zijn vandaag verhuisd. De verhuizing is in mijn beleving perfect verlopen. Ik vond het een heel leuk evenement. Koeien eerst even naar buiten gedaan. Hebben ze uitgeraasd. Vervolgens over de weg hier naartoe gewandeld. En ze gingen eigenlijk als een zonnetje de stal in. En ze loeien van plezier. Dus in mijn beleving perfect verlopen. Wij zaten eerder, dus tot gisteren aan toe, in een klassieke lichtboxenstal met roosters met, ik dacht, 46 plaatsen. We zitten nu dus in een ook wel lichtboxenstal met dichte vloeren en 60 plaatsen voor koeien aan de melk. Alles onder één kap. We hadden daar een 2x3 melkstal, later uitgebouwd door 1x3 en 1x4. En dat is nu 2x6. Wij hebben gekozen voor dit melksysteem, een zak senior melkstal. 2x6. We hebben daar niet een hele uitgebreide studie van gemaakt, maar een aantal stallen vergeleken. Dit is gewoon een degelijke stal met pipefeeders erin die zorgen voor een prettige melkbeurt, zeg maar. Wij passen in de zomer, zodra het kan, maximale weidegang toe, dag en nacht. Dus ze zijn dan per dag hooguit 2 uur binnen tijdens het melken en dan kunnen ze nooit allemaal in een krachtvoerbox eten. Dus we hebben ervoor gekozen om in de melkstal te voeren. En omdat het dan
toch wel prettig is om die rust een beetje te hebben tijdens melk, hebben we dan gekozen voor die pijfvliers. Dus dan krijg je iedere keer een klein beetje. Dan hou je toch die rustige melkbeurt die je anders misschien zou hebben als je niet zou voeren in de put. Dus dan is het een beetje van beide, op die manier. Het rantsoen bestaat simpelweg uit kuilgras en krachtvoer. Soms ook hooi, afhankelijk van het soort kuilgras dat we beschikbaar hebben. De productie zit ongeveer rond de 7000 kilo per koe per jaar. Gehaltes, op dit moment in de winter is het vetgehalte vrij hoog, rond de 5%. En het eiwitgehalte 63 zo'n beetje. Onze melk wordt op dit moment zo'n beetje voor driekwart verwerkt tot onze kaas, wilde weidekaas. Het andere kwart gaat naar coöperatie Eco Holland en wordt dus verwerkt bij diverse zuivelverwerkers. Nou, dit gebied is natuurlijk in principe gunstig voor bedrijven zoals wij met veel eigen afzet en zo. Omdat we vlakbij allerlei steden zitten, Leiden, Zoetermeer, Den Haag. En dat merken we ook. Uit de stad vandaan veel belangstelling voor allerlei evenementen die je organiseert. Koeien voor het eerst naar buiten, open dagen, maar ook voor het winkeltje. Mensen stellen de laatste tijd steeds meer prijs op goede producten, lokaal, direct bij de boeren halen. En daar profiteren we zeker van mee, ja. Ja. En dat is ook denk ik een goede ontwikkeling. Mensen ook meer betrokken raken bij het platteland, ja. Omdat wij kaas maken, rauwmelkse kaas, hebben we met een aantal aspecten te maken. We konden bijvoorbeeld, als je voor stroommest zou gaan, zou je ook kunnen kiezen bijvoorbeeld voor een potstal. Ja, dat was voor ons eigenlijk niet echt een optie, omdat de risico's dan met besmettingen toch wel erg groot zijn. Daar hebben we dus niet voor gekozen. Ook moet je natuurlijk goed rekening houden met het aanleggen van het melksysteem, dat alles goed op afschot ligt en er geen dode hoeken zijn, dat alles goed gereinigd wordt. We moeten ook de melk, de reiniging naverwarmen. Dat gebeurt normaal niet, maar wij hebben dan een systeem waarbij de eindtemperatuur van het reinigingswater minimaal 70 graden moet zijn. Dus dat vereist een aantal extra dingen, ja, als je kaart maakt. De biologische werkwijze heeft de consequentie dat je moet zorgen voor natuurlijk een ruime stal. Koe moet geloof minimaal 8 vierkante meter per koe hebben. Boksen moeten ook verplicht ingestrooid zijn met het een of het ander, in dit geval stro. En we moeten zorgen voor optimale weidegang. Dat is de biologische regel, je moet een maximaal weidegang krijgen. En omdat de stal nu aan deze kant van de weg staat, kunnen we ze ook eigenlijk zodra het kan de keuze geven. Deur open, zoek je plek. We voeren ze in de zomer ook niet binnen, dus ze gaan echt het land wel in. En dat is eigenlijk de belangrijkste ding. En wij hebben, omdat we biologisch boeren, ben je afhankelijk van dierlijke mest, je hebt geen kunstmest. Dus we willen ook een perfecte mestsoort hebben, dus stroommest. Nou, dan kom je uit op een stal met stro in de boksen. Ja. De box is een zogenaamde vrijligbox. Daar waren we eigenlijk heel enthousiast over en die box, omdat ze enerzijds de koe heel goed sturen. De koe gaat niet schuin in de box liggen, maar hij heeft ook heel veel vrijheid en wordt niet gehinderd door stalen buizen. Het is ook een beetje een flexibele box. Vervolgens strooi je die boxen nog een beetje in met stro. Er ligt een mooi dik matras in, een vrij luxe matras. Omdat we natuurlijk nu door dat uitmestsysteem met de stro toevoegen, hoeven we niet meer de vaste mest echt in de stal te maken. En konden we dus kiezen voor een wat hygiënischer lichtbox met een drainerend matras. En dat is weer gunstig voor de melkkwaliteit, wat we natuurlijk een goede kaas van kunnen maken. We hebben gekozen voor een dichte vloer bij ons in de loopstal. Die vloer bestaat uit eerst een betonnen, eigenlijk een vrij standaard betonnen emissiearme vloer van zuisbeton met sleuven en een centrale afvoergoot. Daar overheen ligt een poreuze kunststof mat en daar weer overheen ligt eigenlijk een doek, zeg maar trampolinedoek, om die mat te beschermen. Die mat en dat doek bij elkaar is ongeveer ruim een centimeter dik. En dat is dus poreus, waardoor de urine direct wegzakt en gedraineerd wordt. En de mest blijft liggen en die wordt afgeschoven centraal naar één afstortpunt. Wij hebben daarvoor gekozen omdat het natuurlijk eigenlijk heel gunstig is om de mest en de urine direct te scheiden. Je hebt eigenlijk zo min mogelijk ammoniakuitstoot dan. En ammoniakuitstoot betekent stikstofverlies. Het zijn natuurlijkere mestsoorten, want mest en urine bij elkaar is eigenlijk geen natuurlijke situatie. Die zal je in de vrije natuur nooit tegenkomen. Dus wij denken ook dat het beter is voor de bodem op die manier te vermesten. Je hebt dan ook de beschikking over twee soorten mest, waardoor je ook makkelijker kunt spelen. Dus dat zijn een aantal voordelen. En de dichte vloer met die kunststofmat is bovendien ook heel gunstig voor koekenvoer.
het is een beetje indrukbaar. Niet zacht, maar wel een beetje indrukbaar, waardoor voor de koeien perfect loopt. Met veel grip. Ja. Ja, de verwerking van de vaste mest, dus dat gaat als volgt. Er rijdt een robot rond door de stal, over de dichte vloer. Die schuift het allemaal af. De mest met een beetje stro wat in de boksen ligt, schuift het af naar één centraal afstortpunt. Daar valt het in een bak. Daar wordt gewogen hoeveel mest er in die bak zit. Daar wordt dan verhouding, wordt daar nog stro toegevoegd, zodat de uiteindelijke stroommest de optimale samenstelling krijgt. Dat wordt goed gemengd, vervolgens afgestort in een buis en via een cilinder, met een cilinder door een buis ondergronds weggepompt uiteindelijk naar de overdekte mestopslag. Ja, de overdekte mestopslag heeft vervolgens weer een functie in de energievoorziening. Want we zaten met het probleem dat we geen gasaansluiting hier hebben. En we wel ook in de winter voldoende warm water moeten hebben voor de kaasmakerij. Dus we hebben in de vaste mestopslag rondom het punt waar de mest omhoog wordt geduwd. Dus daar ontstaat een soort molshoop, zo moet je het zien. Daaromheen hebben we in een spiraalvorm hebben we daar vloervormingsbuizen ingelegd. En dat water wordt daar verwarmd door de composterende mest. Dat kan wel 60 graden worden. En dat warme water wordt vervolgens opgevangen in een groot buffervat. Waardoor we al het water op die manier al voorverwarmen tot 50, 60 graden waarschijnlijk. Wat we ooit zouden willen is ook zelfvoorzienend worden qua krachtvoer. Dat kopen we nu nog allemaal in. Wie weet krijgen we ooit een keer de gelegenheid om een hoekje land te huren waar we ook zelf krachtvoer kunnen verbouwen. Dat is een diepe wens. We willen ook graag kijken of we onze eigen uitstootkalfjes zelf zouden kunnen, of in ieder geval een deel ervan zouden kunnen opfokken. Misschien middels vleespakket of zoiets. Dat is een wens die ik ooit nog eens zou hebben. Maar daar hebben we nog niet direct gaan we aanstalten mee maken. Eerst gaan we natuurlijk nu zorgen dat ook de kaasopslag en de winkel hierheen wordt geplaatst. En dan gaan we de volgende stappen weer zetten.